Hey, ik heb vandaag voor jullie een unboxing en dat is van de Beauty Box van januari 2015. Ik heb hem nog niet opengemaakt, hij is echt net een half uur geleden binnengekomen. Ik heb hem snel klaargemaakt en ik ga hem nu samen met jullie unboxen, dus laten we beginnen. Ik heb een schaar. Er zit een plakkertje. Niet ver. Ja. Daar gaan we. Ik ben zo sterk. Chummy. Oké. Dit is een mooie zwarte doos. Handig voor de dingetjes in te bewaren. Gaan we eens even kijken. Een mooi papiertje. Dit is het slangenprint of zo. Ik hou van dierenprint dingetjes. Oh, ik heb het al gezien. Zit er geen kaartje bij? Nee. Normaal zit er een kaartje bij. Nou, dat vind ik jammer. Nou, ik begin gewoon bij het eerste wat ik zie. De Dove Limited Edition Winter Care Nourishing Body Wash. Dat is deze. Het is volgens mij gewoon een standaard 250 ml. Even ruiken. Ah, lekker. Waar ruikt hij nou? Hij heeft echt zo'n zeepgeur. Even kijken hoor. Nu krijgt je huid de kans om een zacht en glad de winter door te komen. Hij ruikt echt heerlijk. Ik weet niet waar hij naar ruikt. Ik kan het even niet plaatsen, maar super lekker. Oh, hier ben ik niet zo van. Is het een lippenbalsem? Oh, handcreme. Woede Camille Plus. Oh, Camille Plus Glycerine. Beschermend, herstellend en verzorgende handcreme. Ik vind dat heel fijn dat er een beschermingslaagje omheen zit. Maar ik vind het minder fijn dat de crème in van die potjes zit waar je met je handen in moet. Ah, hij ruikt gewoon heel simpel eigenlijk. Eens even kijken. Hij ruikt naar Purol. Weet je wel, die tinnen bakjes? Ja. Ah, het is wel lekker, handig. Klein dingetje voor in je tas. Maar jammer dat het in zo'n blikje zit, want het lijkt echt op een Labello. Next, Beauty UK Nail and Cuticle Conditioning Oil. Oh, ik heb eentje van Essence, maar het is zo'n mini ding dat ik hem in mijn dingen heb gegooid. Oeh, ik ben helemaal... Dit is wel fijn. Het is gewoon in een nagellak flesje in plaats van zo'n klein ding. Ik ga gelijk even... Ik krijg hem niet open, want ik heb net handcreme gezet. Nou ja, hier hoor je vast meer over. Dan hebben we een lipbalm mango. Wow. Geen parabenen, er zit shea butter in, jojoba oil en coconut butter. Fijn. Daar krijg ik niks op vandaag. Oh, hij ruikt naar de... Au. Hij ruikt naar eten. Ja, ik heb nu lipstift op, maar... Oh, fijn. En dan hebben we als laatste de Gentle Oil. Ja, dit is eigenlijk een serum. Ik zal hem even van dichterbij laten zien. En ik zal even het kaartje voorlezen. De krachtige combinatie van argonolie en duindoornolie maakt van Gentle Serum een intens hydraterend product met een optimale antioxidant bescherming. Gebruik dagelijks of naar behoefte als basis voor dag- en of nachtverzorging. Een druppeltje bij je dagcreme of bij je nachtcreme lijkt me heel fijn. En misschien in de puntjes van je haar. Eens even kijken. Ik ruik niks. Oeh, hij ruikt heel lekker. Hij ruikt heel rijk of zo. Ja, lekker. Nou, dat was alles wat erin zat. Ik heb geen kaartje. En anders kon ik het even uitrekenen.
Nou, ik ben even gaan zoeken naar wat nou hoeveel allemaal kost. Laten we beginnen bij Dorf. Nou, dit kan je gewoon bij het Kruidvat kopen en die is gemiddeld 3 euro. Dan hebben we de Cuticle Oil van Beauty UK. Die is 4,95. De Greenland Lip Balm in Mango, die is 5,95. En die ruikt nogmaals naar eten. Hij ruikt naar noten. Dat is het. De handcreme, die trouwens van de tuinen is, die is 1,19 euro. En de Gentle Argan Oil kan ik nergens vinden. Ik denk dat er 10 ml in zit. De originele is 30 ml voor 37 euro. Als ik alles bij elkaar optel, zonder deze, want ik weet niet hoeveel milliliter hierin zit, kom ik uit op 15,09 euro. En ik ben eigenlijk een beetje dat ik denk, nou, oké, dit is wel echt, weet je, dit is echt wel goed. Maar wie heeft tegenwoordig nou niet een goede olie voor zijn foundation? Ik weet niet. En ik ben echt, ja, ik ga het wel een kans geven. Ondanks dat ik wel verslaafd ben aan mijn Moroccan oil. Maar voor de rest valt het me eigenlijk tegen. Het zijn niet producten dat ik denk van, wow, dat is nieuw, dat moet ik echt gaan proberen. Dat vind ik wel jammer. Ook jammer dat er niet een kaartje bij zat van wat voor producten het zijn en waar de werking voor is. Oké, het is allemaal wel obvious wat voor wat is. Ik had ook zoiets kunnen hebben van, ja, ik weet niet wat cuticle oil is. Nou, dat is nagelriemolie dus. Ja, ik vind het jammer. Ik hoop dat het volgende maand leuker is. In ieder geval kan je de beautybox bestellen via beautybox.nl. Die van januari kan je nog bestellen en die is 14,95. Het is maandelijks opzegbaar, dus als je zoiets hebt na 2 boxen van, nou, ik vind het niks, kan je het gewoon opzeggen. En heb je zoiets van, nee, ik vind het echt super, dan heb je gewoon een leuk abonnementje, elke maand leuke producten. Ik heb niet eens geteld hoeveel erin zat. 1, 2, 3, 4... Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Er zaten dus 5 producten in, waarvan alleen de Gentle als een sample. Dus het is wel netjes, maar ik ben niet blij verrast. Nou, ik ga natuurlijk de producten uitproberen, testen. Misschien komt die wel op mijn website, komt er wel een review op mijn website. Ik weet het niet, en anders kan je het gewoon in mijn vlog zien. Nou, dat was mijn review van de Beauty Box januari 2015. Wil je meer informatie over de box zelf en hoe je het allemaal kan bestellen, ga dan even naar beautybox.nl. En voor de rest wil ik je bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.